likes to joust a lot, and he really makes the kingdom swing. Dragons run from Arthur's land, and the Black Knight hasn't a chance. If you're in trouble, send a cable to the hero of our fable. It's that author of Camelot. He took a sword from a stone, made a table round, took the bravest knights and sat them around. Then all of Camelot knew they really had a king. Yeah, a king who could do darn near any old thing. Arthur, that's what the maidens call whenever they're lost or in distress. If you're not up in the tower, he does rescue from the hour. He's out of the ray and armor plating, dragon slaying king. That's Arthur, Arthur, we are Arthur, king of Camelot. Nog 6 kilometer en dan zijn we er. Nog 6 kilometer? Dat red ik niet. Ik moet wat te eten hebben. Aan het eind van de rit krijg jij te eten. Papa, stuurt de koning Arthur echt zijn knapste ridder om met mij te trouwen? Hè? Ja, maar hij weet er zelf niks van. Jazeker, Snuffy. Hij kan elk ogenblik binnenkomen. Wat moet ik doen als hij hard wegrent? Net als de vorige 178 ridders? Deze ridder blijft hier vannacht slapen. En wat moet ik dan doen als hij morgenochtend wegrent? Alles gaat volgens het boekje. Elke ridder die wij 's nachts hier weten te houden, is verplicht de volgende dag met mijn dochter te trouwen. Dat heeft u mij nooit verteld. Klopt. Ik heb het net bedacht. Oh, papa, wat bent u slim. Daar is hij. Ik ben Ridder Lancelot. En ik heb honger. Welkom in ons kasteel. Dit is mijn dochter Snuffy. Ja, graag. Ik bedoel, welkom. Wat leuk dat jullie er zijn. Nou hebben we wel weer genoeg gepraat. Ik heb honger. Prima gesproken. Wij gaan eten en dan kan de nar ons vermaken. Dacht ik het niet. Met mij wordt weer totaal geen rekening gehouden. Vooruit, Jasper. Trek je broek riem aan. Oh, sorry hoor. Oh, wat is die grappig. Dommetjes. Ik ben al niet eens begonnen. Heel geestig, Hurnar. Eindelijk hebben we weer eens gelachen. En dat was het doel van onze missie. We vertrekken nu weer met uw goedvinden. Vertrekken? Oh, nee. Nee, meneer de ridder, dat gaat niet. Geen sprake van. De nar heeft nog niet gegeten. Ha, dat is verstandige taal. Oké, Jasper gaat eten en als hij klaar is, vertrekken we. Oh, maar u moet vannacht hier blijven slapen. Anders klopt de legende niet. Legende? Welke legende? Nou, zo bedoelt, u moet hier vannacht blijven slapen om het ding te verslaan. Welk ding verslaan? Het ding, het waart hier 's nachts door het kasteel en het maakt griezelige geluiden. Net als mijn maag. U moet hier dus wel blijven om ons te beschermen. Ik
doe een beroep op uw ridderlijkheid. In dat geval sta ik geheel tot uw beschikking. Dan kunnen wij met een gerust hart naar bed gaan. Kom mee, Snuffy. Welterusten, Lancelot. Liefste. Nou, ik ga ook maar een tukkie doen. Moet je dan niks eten? Ga je je verstoppen voor een ding? Precies. Ik wil nog langer leven dan vandaag, als het even kan. Welterusten. Ik leg me bij de situatie neer. Als het ochtend is, schatje, dan ben jij de bruid. Ik ben helemaal niet van plan tot de ochtend te wachten. Op 12:00 vannacht begint voor mij de ochtend. Dat is zo, dat is zo. Wat ben je van plan? Dat is voor u een vraag en voor mij een weet. Goed zo, dochter. Dop jij je eigen boontjes maar, hoor. Het gaat niet. Ik kan niet slapen van de honger. Ding of geen ding. Ik moet wat te eten hebben. Zo, het is nu 12:00 geweest. En nog geen spoor van het ding. Helemaal niks. Een goedemorgen, ridder Lancelot. Heeft u lekker geslapen? Gaat u soms naar een trouwerij, juffrouw Snuffy? Jazeker. De onze. De onze? Maar ik... Elke ridder die wij 's nachts hier weten te houden... is verplicht de volgende dag... Met mij te trouwen. Dat is vast. Het ding. Maar er bestaat helemaal geen ding, heus niet. Weet u dat wel zeker, papi? Wat is dat daar op de muur? Geen idee en ik wil het ook helemaal niet weten. Ben jij kom mee. Het? Natuurlijk ben ik het. Ik kon het niet meer uithouden. Ik sterf van de honger. Maar waarom loop je op je handen? Mijn broek elastiekjes geknapt. Ik moet wel. Arme Jasper.